Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gemeend om ambtenaren bij te scholen in de wettelijke regelingen om beschikkingen en resoluties op te stellen. Dit gebeurt in een reeks regelmatige trainingen op het ministerie aan verschillende groepen ambtenaren. Jeffrey Jumanbaks, onderdirecteur juridische aangelegenheden en regelgeving, gaf de allereerste training in deze reeks. Het is een sessie in zaken, laat maar zeggen, de regelingen waarmee u werkt en uiteindelijk het staatsstuk, de resolutie of de beschikking, die u bijna als invuloefening daar moet gaan uitschrijven. En het is de bedoeling dat de training, het zal niet bij één training blijven hoor, of één sessie, het is modulair opgebouwd. U ziet daar BK, dat was beleidskamer, dus die komen ook nog aan bod, CPA, PZ. En along the way gaan we dus steeds breder en breder. Uiteindelijk wil je dat alle PZ, HRM actoren zijn getraind in waarmee ze bezig moeten zijn wanneer het gaat om uitvoering, vastlegging van de rechtspositionele zaken van een landsdienaar. De behoefte aan de bijscholing blijkt uit het feit dat van de vorige groep ambtenaren die waren getraind, een deel met pensioen is of niet meer op de ministeries in dienst is. Jumanbaks vervolgt door te zeggen dat er ook verbeterpunten zijn die momenteel worden aangepakt. Shanti Kolisar, beleidsadviseur, heeft ook een sessie verzorgd. Zij heeft het onder meer gehad over de specifieke bestanddelen van de stukken. Is het zeer belangrijk dat u uitermate zorgvuldig bent, dat u zaken zorgvuldig opneemt. Dus de norm, de geboden en de verboden, zorgvuldig op. Wanneer u rechtsposities daarin opneemt voor de mensen, daar zorgvuldig op. Dus u mag niet door de modellen rijden. Het is specifiek, het zegt niet. Als het oranje is, moet u even twijfelen en daardoor rijden. Dat is heel concreet, u mag niet door de modellen rijden. Uw rechtspositie. U krijgt de aanstelling. Het is vast of het is tijdelijk. Het is duidelijk. Toch? Dus u moet zorgvuldig daarop. Kijken we naar het doel van die zorgvuldigheid. Dat bevordert eigenlijk een stukje kwaliteit van die regelgeving. Meneer Jumanbaks heeft het daar ook over gehad. En wat bedoelen we daarmee? Simpelweg. Stel ik me meer vragen? Is het duidelijk? Wat daar staat, voldoet het aan de procedure bij de totstandkoming, heb ik één orgaan geskipt. Dat is gewoon allemaal heel algemene informatie, maar die wel belangrijk is. Als een stukje één keer goed is, dan hoeft het niet telkens teruggestuurd te worden. Het gaat om rechtspositionele aangelegenheden waarmee wij niet licht moeten omgaan, zegt Jumanbaks. Vorige week mochten ambtenaren van Binnenlandse Zaken de spits afbijten in de multifunctionele zaal op het terrein van het ministerie. In het kader van het verbod tot import van styrofoam, welke per 1 mei 2019 is ingegaan met een overgangsperiode van 6 maanden, welke op 1 november 2019 verloopt, heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme op 15 augustus 2019 een mini-expo genaamd Composteerbaar en biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal gehouden. Deze mini-expo vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie en had als doel de stakeholders te informeren over het gebruik en de voordelen van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen. Waarnemend onderdirecteur marktbeheersing Vincent Fernandes vindt het een goede stap dat steeds meer ondernemers de overstap doen naar het gebruik van biologisch of afbreekbaar verpakkingsmateriaal. Er zijn reeds producenten die zijn overgestapt naar alternatieve verpakkingsmateriaal. Onder andere zien we biologisch en composteerbaar verpakkingsmateriaal op de markt. En dat vinden wij als ministerie zeker een goede stap. Het is belangrijk dat wij de ondersteuning krijgen van de stakeholders in dit traject en zullen de suggesties en adviezen van u meenemen ten einde het beleid van het ministerie met betrekking tot de uitbanning van styrofoam
bij te schaven. De minister van HINT, Stefan Tsang, ging in op het gebruik van styrofoam en single-use plastic. De bewindsman zei dat er vooral een mindshift nodig is in de samenleving. Het ministerie heeft vandaag een mini-expo, composteerbaar en biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal en de workshop styrofoam, georganiseerd om stakeholders te informeren over de alternatieven die er zijn voor verpakkingsmateriaal van styrofoam. De samenleving, waaronder consumenten en ondernemers van de horecasector, worden via een awarenesscampagne geïnformeerd over het verbod en de gezondheids- en milieurisico's. Immers, al hebben we biologisch afbreekbaar plastic, als die afbreekbare plastics op straat terechtkomen, breken ze pas na maanden, zo niet jaren af. En dat alleen onder bepaalde condities. Dus de oplossing voor zwerfvuil is niet in biologisch afbreekbare of composteerbare materialen. De oplossing ligt bij het individu. We gaan ons ervan bewust moeten zijn dat we niet klakkeloos vuil op straat mogen gooien om te leren van ons land te houden. En dat is het belangrijkste eigenlijk. De bedrijven Round Enterprise, Gayura en de Keurslager hebben de aanwezigen tijdens de mini-expo kennis laten maken met hun assortiment aan biologisch afbreekbare producten. Hele mooie rietjes. Deze rietjes zijn ook van PLA. Dit is echt PLA. En de meeste mensen vrezen van, weet je, als het... De laag is van PLA. Precies. Als het zeg maar in water, dat die zacht wordt, dat is wel zo. Het gaat zeg maar, als je na een tijdje te lang laat, gaat die wel zacht worden. Maar niet dat die gaat oplossen of gaat verwerken in anything. Het gaat niet gebeuren. Ik heb ook zelf ook geprobeerd. Het werkt ook geweldig. Yes, en we hebben ook de patat bakjes. Die hebben we dus ook. En die in de, hadden we ook die sleeves, hadden we ook, ja. Deze zijn de sleeves, want als je deze kartonnen verpakking hebt, deze beker, dan zijn ze toch wat even heet. Zijn toch even heet. Dus daarom hebben we ook de sleeves, zeg maar, om te even ondersteunen dat die niet, dat die niet valt, zeg maar, of hoe je grip hebt erop. Ja, dat hebben we zo een beetje. We hebben bakjes, bestek, foambakken. Die foambakken die zijn ook schadelijk. Ik bedoel, die aluminiumbakken die zijn ook schadelijk. Straks vertel ik er meer over. Hierin kan je bijvoorbeeld overkip maken, pom en dergelijke. Hetzelfde hiermee. Deze iets grotere, helaas wordt deze voorlopig niet meer geproduceerd. Omdat de vraag niet echt zo groot is. Maar deze gaat wel heel erg hard. Dan hebben we dan die vuilniszakken. Als je vult, het voelt een beetje vrachting aan. Maar het is wel stevig. Het is een bedrijf die cement erin vervoert naar het binnenland. Of die cement erin gaat vervoeren naar het binnenland. Om even aan te geven hoe stevig hij is. Dan heb je hier zo die PLA producten. Plant-based plastic. Je kan feitelijk zeggen plastic zonder polyethene. Deze verteren binnen 180 dagen in de natuur. Die bruine producten verteren binnen 90 dagen in de natuur. Vorige spreekers alles al hebben gezegd. We hebben exact hetzelfde ook. Producten gemaakt van bagasse, hout, afbreekbaar plastic en karton. We hebben ook de food trays voor degenen die milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal zoeken. Alles 100% afbreekbaar. Aan zakjes. Ik heb helaas nog maar een kleine assortiment meegenomen. Want het assortiment is heel erg groot. In het kader van de aangepaste exportregels van de Europese Unie, EU, zijn landbouwvoorlichters gestart met het trainen van fruit en groenten landbouwers in goede agrarische praktijken of Good Agriculture Practices, GAP. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, stelt als prioriteit dat alle landbouwers gecertificeerd moeten zijn in GAP, welke gefocust is op het produceren van veilig voedsel. De afgelopen 3 dagen hebben we zo'n beetje gesproken over veilig gebruik van pesticiden. Ze hebben verschillende pesticiden labels gelezen en ze hebben ook nog opslag en transport meegekregen en hygiëne. En we hebben ook nog gewasbescherming. Gewasbescherming hebben ze ook meegenomen. Ja. Hun participatie was goed. Bij dag 1 was het nog niet zo, ze waren nog niet zo vrij. Maar bij dag 2 en dag 3, dan werden ze wakker. Ze werden, als het ware, die mindshift was al bij hun.
En dan werden ze bewust waarmee ze bezig zijn. Dus aan de hand van de presentaties die ze zagen en dat dingen die ze verteld aan hun, werden ze bewust van, hé, we doen het fout, ze gaan verbeteringen aanbrengen. De eerste groep landbouwers die is getraind in GAP was van het resort Wanica A. De tweede groep was landbouwers van Quetta en omgeving. Het is niet alleen de plicht van het ministerie om te zorgen voor veilig voedsel. De hele waardeketen is daarvoor verantwoordelijk. Ook de teler. Ik heb good agriculture practice mogen volgen. Wat ik eigenlijk eerder al op college heb gevolgd. Dit is meer het opfrissen zo'n beetje. Zeg maar eerder waren we al bezig met GAP. Maar via de school heb ik het een beetje overgebracht. Samen bij mijn ouders. Maar we zijn dan zeg maar, je wordt niet gewaardeerd. Je doet alles volgens de regels hoe dat moet. Maar exporteurs zeg maar, hebben dan geen contact. Ze weten niet dat je het eigenlijk al doet. En dat ze eigenlijk al van je eigenlijk van ons kunnen kopen. Dus zeg maar, nu ik die certificaat heb en die exporteurs weten van we gebruiken alles hoe dat moet, dan denk ik dat ze wel gaan kunnen afnemen van ons, zeg maar, die al een certificaat hebben. Ik ben al misschien de 15 jaar actief, ben kleins af opgegroeid in de landbouw. Ik ben landbouwer op weg naar zee zelf. We planten van alles zo'n beetje. We combineren open veld als kassenteelt zo'n beetje. En we planten zeg maar verschillend van tomaat tot paprika, broccoli, bloemkool, peper, noem maar op, van alles zo'n beetje. Het ministerie van LVV werkt hard met alle actoren om de continuïteit van de export van fruit en groenten naar Europa te blijven handhaven. Ook met landbouwcoöperatie Quetta wordt er samengewerkt. Nou, in eerste instantie heeft LVV eigenlijk een beroep op ons gedaan om de locatie ter beschikking te stellen. En als je nagaat waar het om gaat, is het echt een heel belangrijk onderwerp, GAP. GAP zegt het al zelf, het gaat om de voedselveiligheid van ons hier, maar ook van onze exporten. Dus in eerste instantie starten we om die boeren te trainen die voor de export planten. Maar natuurlijk, onze voedselveiligheid hier in Suriname is ook van heel groot belang. En dat is dan de follow-up die er gaat zijn. Om die exporten te kunnen garanderen, moeten we echt even starten met die boeren die leveren voor de export. Maar om het te benadrukken, hierna komt echt iedereen aan de beurt. Dus de overige boeren die planten voor onze lokale markt. Nou, in eerste instantie hebben we gekeken naar het bestand van de leden van coöperatie Quetta. En daarna van de buurt. Je hebt ook een andere buurtorganisatie hier, Duurzaam Weg naar Zee. En ik ben zelf van de buurt, dus ik ken heel veel boeren ook. Wat heel mooi geweest is bij deze training is dat ik veel jongeren heb gezien. En die heb je ook hard nodig in de landbouw. En jongeren leren makkelijker. Om het zo te stellen, weet je. Die ouderen die hebben zoiets van, hey, ik heb er niet zo'n zin meer in, en, weet je. Maar die jongeren hebben echt zoiets van, ik wil mijn geld erin gaan verdienen in die landbouw. En dan moet je goed opgeleid zijn eigenlijk. Ik onderschat het, maar het is niet zo makkelijk om te planten. En bij die trainingen zie je het ook al direct. Want ze zijn echt verrast van, hey, ik wist niet dat dat zo was of dat zo was. Dat ik in het veld zelf mijn handen moest wassen. Maar ook een stukje zelfbescherming. Als je kijkt naar pakken die men aan moet trekken. En je neuskap. Het is niet een eenvoudige neuskap. Het is eentje bijvoorbeeld met koolstof die je gebruikt. Niet die gewone stofkap die je in de winkel koopt ofzo. Dus ze worden echt aware van wat ze nodig hebben. En wat ze moeten doen om op een veilige manier groente en fruit te kunnen telen. Waarnemend onderdirecteur Maitri Jagaroep van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking mocht namens de minister van LVV, Rabin Parmisser, enkele certificaten uitreiken aan de deelnemers. Ook Diego Rodriguez van Landbouwcoöperatie Quetta en Anand Oma Persat, resortleider van Wanica A, reikten certificaten uit.
De landbouwers stonden open voor deze verandering, omdat zij zich ervan bewust zijn dat hun inkomstenbron kan komen weg te vallen indien zij niet voldoen aan de door de EU gestelde exporteisen. Het ministerie van LVV zal zich niet alleen richten op deze boeren, maar is voornemens om na dit afgewerkte programma ook van start te gaan met landbouwers die groente en fruit leveren voor de lokale markt. Behalve het aanpakken van de wegstrekking van Richelieu naar Marienburg, zal het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, ook starten met een woningbouwproject genaamd het Polak-project. Op donderdag 15 augustus 2019 werd door minister Vijay Chotkan het startsein gegeven van dit project in het district Komowijnen. De rol van het ministerie is in deze van eminent belang. Het gaat om infrastructuur, het gaat om woningbouw. Dus ja, wij hebben hier natuurlijk de lead om het zo aan te geven. Maar we doen het niet alleen. We hebben ondersteuning van een integere aannemer, een heel scherpe consultant ook erbij. Maar zeker ook het commissariaat in Komowijnen en zeker ook de gemeenschap. Dus het gaat om die wegstrekking vanaf Richelieu tot Marienburg. Betekent al een heleboel. Wat betreft ontsluiting en het verder ontwikkelen van dit gebied hier. Maar we gaan ook huizen bouwen. In totaal zullen er 1000 woningen gebouwd worden. De aannemer Kuldip Singh Infra zal in het eerste traject 200 woningen opzetten en in het tweede traject de resterende 800 woningen. En we merken natuurlijk dat er een behoefte is, nog steeds. We hebben toch wel, om eerlijk te zijn, een groot deel in die behoefte kunnen voorzien. Gaat u maar naar de diverse woningbouwprojecten die reeds zijn uitgevoerd en die al zijn toegewezen aan diverse mensen in Suriname, personen, burgers. En ook hier in Komowijnen, ter Richelieu, zijn we dus bezig. Gaan we straks 200 woningen opzetten. Dat is in fase 1. En in de volgende fase gaan we totaal 1000 woningen bouwen. Dus 200. Plus 800, dan komen we op 1000. Maar we zorgen ervoor natuurlijk dat infrastructuur aanwezig is. Water en stroom sowieso, dat zijn de randvoorwaarden. En dat er mooie woningen hier staan, zodat de gezinnen ook hier in Komowijnen komen om te vestigen. Voor dit woningbouwproject zullen er 4 type woningen opgezet worden. Type 1 is een huis met een totaal oppervlak van 55 vierkante meter. Dus kan eigenlijk beschouwd worden als een starterswoning. Het heeft een woonkamer, keuken, toilet een badkamer met toilet en een slaapkamer. Ideaal voor de hele kleine gezinnen of de alleenstaande en de starters natuurlijk. Type 2 heeft een oppervlakte van 65 vierkante meter. Het heeft eveneens natuurlijk een woonkamer en een keuken-badkamer, maar heeft 2 slaapkamers. Tevens is er een type 3, waarbij er in totaal, het is iets groter, 74 vierkante meter, heeft 3 slaapkamers en is dus geschikt voor een compleet gezin. En dan hebben we de laatste in de serie, is een type 4. In totaal 90 vierkante meter, ook 3 slaapkamers, maar allemaal iets groter uitgevoerd. Het aanpakken van de wegstrekking van Richelieu naar Marienburg zal zorgen voor het ontsluiten van de woongemeenschappen. En verder is er in het kader van het Nationaal Infrastructuurprogramma zullen wij een start maken met de aanleg van de hoofdontsluitingweg van de Oost-Westverbinding richting Marienburg. Deze weg zal geasfalteerd worden. En tevens zal de wegen waar de woningen gebouwd gaan worden, zullen verhard worden. En wij hopen daar heel snel mee te gaan beginnen.